Het vasten en de heilige Koran zullen shafa'at, oftewel bemiddelen voor de mensen op de dag des oordeels. Onze geliefde en de gezegende profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: het vasten en de heilige Koran zullen bemiddelen voor de mensen op de dag des oordeels. Het vasten zal zeggen: o genadevolle Allah, ik weerhield hem van het eten en het voldoen van zijn verlangens gedurende de dag. Accepteer mijn bemiddeling voor hem. De heilige Koran zal zeggen: ik weerhield hem van het slapen in de nacht. Accepteer mijn bemiddeling voor hem. En hun bemiddeling zal worden geaccepteerd.